We zijn hier bij Aardewerk te Stegge, aan de Geesinkweg in Kotten. En mijn vrouw en ik hebben hier 5 jaar geleden, bijna 5 jaar geleden, zijn we hier naartoe verhuisd. Omdat we heel veel mogelijkheden zagen op dit prachtige terrein om iets van permacultuur te realiseren. En permacultuur is een systeem, een ontwerpsysteem van hoe je een terrein inricht zodanig dat alles in kringlopen kan plaatsvinden. Dus je gaat ervan uit dat er geen afval bestaat. Alleen je zorgt ervoor dat alle stoffen die je gebruikt weer opnieuw gebruikt worden, in de kringloop blijven en op die manier niks verloren gaat. Wij voeren normaal gesproken ons afval af en dan wordt het verbrand. Maar dat is eigenlijk de laagste graad van hergebruik. Het mooiste is om zoveel mogelijk op eigen terrein opnieuw te gebruiken. Dat gebeurt bijvoorbeeld met het onkruid wat gewiet wordt. Het gebeurt met gras, het gebeurt met bladeren. Die worden niet afgevoerd, die worden hier weer gebruikt om compost van te maken. En die compost gaat weer op de tuin. En op die manier wordt de grond weer gevoed, waaruit de groenten dan weer kunnen groeien. En op die manier heb je een kringloopsysteem. Dat geldt niet alleen voor het voedsel, geldt ook voor het water. Wij hebben hier een waterzuiveringssysteem met planten. Dus al het afvalwater van de boerderij en de aanliggende gebouwen komt in een tank. En die, met een pomp komt het in een rietfilter. En de bacteriën die aan de rietfilter zitten, die komen vanzelf daarop af. Dat is het mooie, de natuur komt gewoon, ja, daar waar je ze wil hebben. En die bacteriën die zuiveren het afvalwater. En dan komt het weer terug. Het wordt teruggevoerd in de boerderij. En het gaat naar de toiletten en naar de wasmachine. En de kwaliteit van dat water is prima. Dat is ook een voorbeeld van kringloopdenken. En je probeert op zo'n terrein zoveel mogelijk de natuur te imiteren. Ik kan er straks misschien wat voorbeelden van laten zien. Je kijkt hoe een bos eigenlijk functioneert en tropisch woud. Daar zitten ontzettend veel soorten aan dieren, planten, organismen, bodemorganismen. En dat is al miljoenen jaren in stand. Dat is dus een duurzaam systeem, anders zou het niet zo lang bestaan. En Bill Mollison, een Australiër, heeft daar onderzoek naar gedaan. Hoe is het mogelijk dat dat tropisch regenwoud zo duurzaam bestaat en zo lang? En met zoveel soortenrijkdom. En toen heeft hij een aantal principes daaruit gedestilleerd en die zijn de basis geworden voor wat dan permacultuur heet. En die principes die zijn we hier dus steeds meer in de praktijk aan het brengen. En dat betekent dat elk jaar eigenlijk meer de natuurlijke gang van zaken gaan nabootsen. Een gewoon bos heeft natuurlijk niet altijd vruchten, maar wat je wel doet is je gaat een bos creëren waarin zoveel mogelijk noten, vruchten en zaden geproduceerd worden die je dus kunt eten. Dus je krijgt dan een eetbaar bos of een bostuin. Dat is eigenlijk in heel kort gezegd wat we hier aan het doen zijn. Nou, hier zijn we bij de composthoop. Dit is een snelle composthoop die opgebouwd is uit paardenmest met stro, brandnetels, groen afval van de tuin, gemaaid gras. En elke 2 dagen zet ik die om. En als ik een beetje peur in dat ding, dan zie je dat hier een behoorlijke temperatuur ontwikkeld wordt. Kijk, er komt gewoon stoom af. Ik heb het laatst opgemeten. En tot mijn verbazing was het 75 graden hier binnen. En in ongeveer 3 weken wordt dus dat al dat groenafval en die paardenmest en dat stro wordt omgezet in prachtige compost. En die compost gebruiken we dan weer om op de groentebedden te leggen. En hier zie je een voorbeeld van het materiaal wat dus in zo'n hoop wordt verwerkt. In lagen. En elke dag moet ik dat dus omzetten. Als het proces voltooid is, dan hebben we hier prachtige, heerlijk geurende compost. Dus wat eerst er zo uitzag, groen, bloemen, paardenpoep, wordt prachtige grondstof voor de groenten. En daarmee
creëer je niet alleen voedsel voor de planten, maar ook het bodemleven wordt erdoor gestimuleerd. En er komen eigenlijk steeds meer bodemorganismen die ervoor zorgen dat de groente die je dus kweekt ook van goede kwaliteit is. Want de kwaliteit van het voedsel is afhankelijk van de kwaliteit van de bodem. En het mooie in ons systeem is dat dus de bodem de planten voedt. In de reguliere landbouw wordt er kunstmest toegevoegd en de planten nemen direct die kunstmest op. Maar met de bodem wordt eigenlijk niks gedaan, dat is alleen maar een plek waar iets kan staan. En hiernaast is bijvoorbeeld mais wordt geteeld. Als ik daar in de bodem ga kijken, dan is daar geen leven in. Er zit geen bodemorganisme in, omdat de planten alleen maar gebruik maken van de kunstmest. En bovendien worden er bestrijdingsmiddelen gebruikt, dus die bodem wordt ook nog deels vergiftigd. En wat wij voor ogen hebben is dat we dus steeds meer toegroeien naar een duurzaam systeem voor de landbouw, voor alle productie van voedsel, waar je dus geen gifstoffen meer nodig hebt. Nou, hier zien we een plaats waar de compost gebruikt wordt op een bed. Nou, dit bed ziet er niet uit zoals de meeste mensen een groentebed zich voorstellen. Je ziet hier namelijk verschillende planten op hetzelfde oppervlak. Dat zijn die aardappelplanten, pompoenen, ook nog bloemen. Waarom is dat? En uien hier aan de rand. Omdat een verscheidenheid aan planten en bloemen een betere opbrengst geeft en sommige planten stimuleren elkaar ook. Verder zie je tussen de planten dat er allemaal stro en ander organisch materiaal ligt. In de permacultuur zorg je ervoor dat de grond zoveel mogelijk altijd bedekt is. Want zodra de grond open raakt, dan droogt die uit en dan verlies je dus je water. Een bed wat goed gemulligd is, dus goed bedekt met stro en ander organisch materiaal, dat blijft vochtig, je hebt minder last van onkruid en je stimuleert het bodemleven. En daarom heb je hier dus die verscheidenheid van planten in hetzelfde bed. Een ander aspect van permacultuur is dat je gebruik maakt van zoveel mogelijk natuurlijke hulpbronnen. En een daarvan is de zon, die nu even achter de wolken is, maar die desondanks zoveel licht geeft dat ook op dit moment er elektriciteit wordt opgewekt. 4 jaar geleden hebben we hier deze aardappelschuur laten bouwen en daar 20 zonnepanelen op laten plaatsen. En die brengen tussen de 3000 en 3400 kilowatt per jaar op. En de gemiddelde gezin in Nederland gebruikt ongeveer 3500 kilowattuur per jaar. Nou, de zon die blijft nog wel een tijdje schijnen, dus dat is een min of meer onuitputtelijke bron. Tegenwoordig is zonne-energie heel erg populair. Je zou bijna zeggen een hype, want heel veel mensen willen nu zonnepanelen. Nog geen 20 jaar geleden waren wij in Den Haag de eerste die zonnepanelen op hun dak lieten leggen. Om te kijken of zo'n systeem op een bestaand huis of dat zou werken. En 16 mensen in Nederland hebben daaraan meegedaan. En elke dag moest je dan bijhouden hoeveel elektriciteit er werd opgewekt. En dat is allemaal gemonitord. En dat was een groot succes. Nou, dat was 20 jaar geleden. En als je dan nu kijkt in Duitsland, hier vlak over de grens, overal zonnepanelen. In Nederland wordt het ook eigenlijk steeds meer. Ik zeg overigens altijd wel bij, als je aan zonnepanelen denkt, begin dan eerst met het isoleren van je huis. Want dat is waar je de meeste besparing kan leveren. We moeten een beetje af van de fossiele brandstoffen, dus gas, kolen en olie, die raken bovendien op. Dus daar moeten we langzamerhand van afscheid nemen en steeds meer gebruik gaan maken van wind. Nederland is een prachtig windland en van zon. En er is nog heel veel hier in Nederland aan zon te winnen, als het ware. Hier zijn we bij het peulen- en vruchtenbed. Er staan hier dus peultjes, die staan op dit moment te bloeien en de eerste komen er nu inmiddels aan. En er staan ook courgettes. En u ziet ook bijvoorbeeld kamillen staan. En wat verderop, dat blauwe, dat is komkommerkruid. En je zou denken, waarom heb je dat dan in je moestuin staan? Maar alle bloemen, die trekken nuttige insecten aan. En dat betekent enerzijds dat die insecten dus niet op je planten staan waar je ze niet hebben wilt. En anderzijds dat ze bijdragen aan de gezondheid van de hele het hele leefsysteem wat we hier hebben. Dus daarom is er ook in de hele tuin zijn heel veel verschillende bloemen en planten die meehelpen om de grond
gezond te maken en de vruchtplanten en de peulen goed te laten groeien. Hier ziet u de goudsbloemen. We gebruiken de goudsbloemen om er onder andere thee van te maken. De blaadjes van de bloem die plukken we en daar halen we de bloemblaadjes af en die worden gedroogd. En die zijn onderdeel van de thee. En die droge blaadjes gebruiken we ook om calendula olie te maken en vervolgens zalf. Hier op Aardewerk te Stegge worden ook workshops gegeven om die calendula zalf te leren maken. Met behulp van deze prachtige bloemen. Dat is een soort demonstratie van de hoeveelheid drinkwater die elke Nederlander gemiddeld per dag gebruikt. En het aardige is dat mensen denken dat ze dus heel wat kwijt zijn aan eten en drinken, gewoon uit de kraan. Maar dat is niet het geval. Aan eten en drinken gebruiken we per dag gemiddeld ongeveer 7 liter. Maar de andere, zoals het toilet... Toiletten zijn we ongeveer 40 liter per dag aan kwijt. En de grootste is de douche. 50 liter per dag, gemiddeld per persoon. En dan blijft er nog 20 liter voor afwassen en wassen. Dat is om een beeld te geven hoeveel drinkwater elke Nederlander gemiddeld natuurlijk gebruikt. De een doucht vaker dan de ander. De een wast vaker af. Dus dat is verschillend. Maar dit is het gemiddelde. En waarom is dat nou zo belangrijk om te weten, te beseffen hoeveel water je gebruikt? Omdat water een van de belangrijkste waardevolle grondstoffen is, waar we heel erg zuinig op moeten zijn. Nou, hoe hebben we dat hier gedaan? Wij gebruiken deels drinkwater uit de leiding gewoon, maar een ander deel wordt gezuiverd. Ik vertelde net al, dat is in een helofietenfilter. Hier groeien allemaal rietplanten in een bed van grind. Zand en weer daaronder grind. En het water wordt dus in deze bak gezuiverd en teruggevoerd naar de boerderij. En we hebben gemeten, voordat we deze helofietenfilter hadden, gebruikten we 2 keer zoveel water als nadat dat ding gerealiseerd was. Dus dan weet je dat dat je de mogelijkheid hebt om een enorme besparing te hebben in je watergebruik. Alleen dat kan natuurlijk niet. In elk huis en in een kleine tuin kan je dat nu te realiseren. Maar er zijn ook een aantal woonwijken in Nederland gerealiseerd met dit soort helofietenfilters, waarin het afvalwater gezuiverd wordt en opnieuw gebruikt wordt in de toiletten. Nou, hier staan dus voor het grootste gedeelte helofieten. Dat zijn dus een bepaald soort rietplanten die geschikt zijn om het water te zuiveren. Maar zoals altijd, alles vraagt onderhoud. Dus hier zitten nu alweer planten in die hier eigenlijk niet thuis horen. Want je moet ervoor zorgen dat die grindbodem kaal blijft en dat alleen die helofieten hier groeien. Dus ik heb hier nog een aardig klusje te doen om de eventuele brandnetels en andere kruiden die ik hier niet wil hebben weg te krijgen. En dan kan je zo'n helofietenfilter wel zo'n 15 jaar gebruiken. We hebben hem nu 4 jaar in werking. Het werkt perfect. We hebben goed gezuiverd water in de toiletten en voor de wasmachine gaat het ook uitstekend. En deze snippers worden bij ons gebruikt om de cv-ketel te verwarmen en het warme water gebruiken voor de vloerverwarming en voor de boilers, waar dan weer mee gedoucht kan worden en waar ook de afwas mee gedaan wordt.